Yo, kijk eens en welkom terug bij een nieuwe The Last of Us. We zijn uit het veilige gebied, of nou ja, veilige gebied. Onze tegenstanders waren alleen nog maar een beetje van die soldaten. Nou gaan we echt letterlijk het geïnfecteerde gebied in. Van de stad, van alles, van alle troep en alle meuk. En ik heb geen geluid, hoor ik nu pas. Wacht even. Oh, ik zit in mijn. Ik had mijn koptelefoon verkeerd aangesloten. Dat was mijn foutje. Jullie hadden al wel geluid, ik nog niet. Oké, dan heb ik niet even niet opgelet waar ik echt heen moet. Ik ga vanuit onder de brug. Waar zijn die anderen opeens gebleven dan? Want ik heb net gewoon mijn save. Oh, daar. Die zijn vooruit gelopen. Ik had mijn save game gelaten. Het is een tijdje terug dat ik dit heb gespeeld. Dus ik moet er weer een beetje inkomen. Niet qua verhaal, want ik wist nog waar we gebleven waren. Maar qua controls, want ik game de laatste tijd nogal weinig. Ik weet niet waar dat aan ligt, maar ik heb zo'n break, als het ware. Dat ik geen zin heb om te gamen, ook is dit een toffe game. Ik heb gewoon niks gespeeld. Oh, dat is dus. Dit is rennen. Ik heb gewoon niks gespeeld de laatste tijd. Als ik mijn PlayStation aanzette, dan was het vaak voor Netflix. Ja, ik hoorde dat zelfs. Infected. Woe! Ja, nou worden de tegenstanders moeilijk. Nou worden de tegenstanders kut. Nou wordt het gewoon. En zij zit daar als Assassin's Creed-stijl zo op een punt. Yeah. L3. Wat? Dat ronde gele dakje, dat valt het meest op namelijk. Was dit het centrum? Alright. Dan wil ik weten hoe de sloppenwijken er nu aan toe zijn. Want nu is het centrum één grote sloppenwijk. Dus ja. Of wildernis, zoals zij het noemt. Maar laten we eens even kijken aan wie ik kan. Ik denk dat we deze kant op moeten. Ik loop wel vooruit. Ik ben de man. Over hier. En dan een beetje gaan verkennen. Een beetje leuk gaan doen. En dan zien we wel waar het schip strandt. Hop. Hey Tess. Coming. Ik heb een open gebouw gevonden. Goed hè? Kijk nou een koekje, een prijs. Laat ik trouwens even snel kijken of hier nog iets fatsoenlijk ligt. Wat ligt daar? Een fles. Maar dat afleidspul is op zich nooit echt verkeerd. Ik houd toch even mijn gun maar even vast, maar zo'n flesje om mee te mappen kan geen kwaad. Maar ik denk dat we hier maar naar binnen gaan. Zijn we in ieder geval droog? Want dat is nou prioriteit nummer 1, droog zijn. Maar we kunnen ook. Oh. Nee. Waar moeten we. Oeh. Dat is dus niet veilig. Hier kunnen we trouwens dan niet veel verder. Laten we eerst even dit kamertje dan maar doorzoeken. Ammo, et cetera. Want je moet echt wel sowieso op onderzoek uitgaan. Een beetje verkennen. Een beetje van dit, een beetje van dat. Survivalen. Want je hebt alles nodig wat je maar kan vinden. Nou, wat is dit? Jop. Ik wou zeggen, het ziet er niet lang geleden uit of zo. Dat een beetje een vers lijk nog. Wij kunnen dingetjes horen. Laten we zoveel mogelijk uithoren. Deze deur is open. Wat ligt daar? Craftspul. Maar hoe craft je in deze game dan? En zij bleef er toch niet altijd bij? Volgens mij was ik op de PS3 bij een gedeelte dat zij wegging. Of dat zij weg was. Maar was zij dood of wat? Ik weet het niet meer. Maar zij blijft er volgens mij niet altijd bij. Oh, wow, wat was dat? Ammo. That's mine. En een boek.
Nou openen we het tasje. Oké, dat gaan we niet allemaal lezen. Want op zich krijg je samenvatting in het verhaal. Ze wachten op versterking. Nou, en dat wachten duurde dus te lang. En daar... Oh! Die is al... Die ligt hier denk ik al wel iets langer. Lach. Dat hij dat durft aan te raken. Oh, hij wil zo graag de deur openen. Wil ik die deur openen? Waarom zou je een deur als deze willen openen, gozer? Dikke ratten, alles. Oeh, explosions. Of het gebouw, inderdaad. Ook een optie. Nou, mijn koptelefoon klonk als een explosie. Maar ja, mijn koptelefoon is dan ook niet van de beste kwaliteit, vind ik zelf. Dat weten ze denk ik zelf ook nog wel, dat ze daarvoor hun hoofd moeten oppassen. Wat is dat? Zijn dat de ratjes die ik hoor? We gaan er maar vanuit. Hé, hey, de stoel die rolt! Ja, alles is cool, alles is flex. Je weet. Oh, wat ligt hier? Nou, laten we maar hierheen gaan. Ja. Hup. Kom op. Dan gaan we voor 3 maal scheepsrecht. Yeah. Oh. No, 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 no. Dat is niet de bedoeling. Ja. Kom op. Dat is nog eens een power girl. Niks aan de hand, inderdaad. Oh, we gaan dingetjes maken. Wat willen ze dan maken dan? Oh, een mesje, een steekwapen. Oké. Laten we het bij 1 houden en laten we hier eens even kijken. Wat kunnen we hier? Ik wil niet te veel aan steekwapens zitten. Dus we houden het bij 1. Ik vind het een beetje onnodig om meer te doen. Alright. Wat hij gedoe gedaan. Even in de automaat zitten snoepen. Oude snoepert. Oh, we kunnen even in dit kastje. Ah. Alles pakken wat je pakken kan. Hier, patch yourself up. Appreciate it. Oh, zijn we zo gewond? Dat is de verkeerde knop. Oh, we moeten eerst maken. Nu hebben we er 2. Oh ja, zo doe je dat. Ik was even de knop vergeten. R2. Oké, okay. We zijn helemaal fixed. Oh, en dan zijn we lekker doorgelopen. Wacht op mij. Tenminste, waar zijn ze heen? Oh, kan dat? Oh, shit. Dat wist ik nog niet. Dat heb ik nooit geprobeerd. Die shizzle. Nou, dan is hier vast wel iets te... Ja, kijk. Er is hier zeker wel wat te vinden. Ammo, alles. Dus even goed kijken. Laten die anderen wel lekker doorlopen. Dit is ook belangrijk. Nou, we hebben alleen geen steekwapen meer. Dus even kijken of we een nieuwe... Ja, we kunnen een nieuwe maken. Tof. Nou, laten we dan maar gewoon 3 doen. Waarom ook niet? Ah, 2. 2 meer kan namelijk niet. Nou, dan houden we ons wapen weer in de aanslag. Oké. Wat, wil je naar beneden of zo? Laten we dan hier kijken. Oh, dit is hier... Is dit te doen? Ja, ja. Ik heb het gezien. Hou je taai, hè?
Je offert jezelf op. Het is toch handiger denk ik als de vent met wapens en messen eerst naar boven gaat. Je heeft wat meer zelfverdediging denk ik. Maar hey, ik vind het niet erg als, waarom is ik daar mijn controle in godsnaam bewegen? Nou ja, ik vind het niet erg als jullie je opofferen hoor, je had me niet klaar hè, maar... Oh! Die gaan geluid af of zo, toch? Of wat? Want ze kunnen niet zien. Dit wordt leuk. Goed bezig. Hey, ik ga achter jullie aan. Doen jullie het werk? Offeren jullie jezelf op? Nee, knappen jullie het op? Hoef ik een keer niet moeilijk te doen? Oh. Oh, fuck. Ja, ga daarheen. Je ziet me niet. Oh my god. Oh. Die kwam echt dichter bij er dan ik wou. Nooit meer. I think that's it. Ellie, you okay? Ja, maak je vooral zorgen om haar, om het vreemde meisje. Niet om de vent die je al jaren kent, nee, om het meisje. Dat is prioriteit 1. Nou, we zullen hier wel overheen moeten. Hoppakee. Oh. Here you go, ladies. Alright. Come on. Oh, ik denk, we hebben een afstapje nodig of zo. Come on. The stairwell's blocked. Should we go back up? Nee. Gewoon zo. Maak maar lekker lawaai voor al die beesten met dit. Dit horen ze niet hoor, nee. Hun gehoor is heel sterk omdat ze niet kunnen zien, maar dit lawaai, dat horen ze niet. Schiet eens op, Ellie. Niet naar beneden. Ik vind het toch best... mooie hoogte. Met je niet naar beneden kijken. Het is ook wel handig als ik mijn lampje aanhoud. Ik volg... Oeh. Pak het op. Nieuw wapen. Revolver. Woe. Awesomeness. Ja. Oh. Nou, X ingedrukt houden, hè? Wat? Ah, nou ja, we houden het gewoon nog even bij de 9 mm. Daar hebben we meer kogels van. Jezus, moet ik verplicht... Are you fucking joking? Oké, dan wissel ik nou gewoon weer terug. Dat vind ik echt bullshit dat het verplicht is. Waar zitten ze? Onder ons. Hoeveel hebben we er? Eentje? Twee? Drie? Oeh. Dit wordt leuk.
Oké, even bedenken hoe we dit gaan aanpakken. Ik denk dat ik sowieso hier naar beneden moet, want de andere weg heb ik niet. Of nou ja. Heb ik niet. Dat zeg ik wel, maar. Niet voor je beurt spreken. Awesome, we hebben een stok. Kunnen we ook ergens zonder geluid te maken naar beneden? Lijkt er niet op. Nou, dan ga ik hier toch maar de jump maken. Is dat hier veilig? Lijkt erop. Beland ik nou op de deur? Vind ik toch best knap. Oké, we lopen langzaam. Ik neem mijn tijd hiervoor. Ik ben serieus. Ik ga niet YOLO YOLO. Oké, hem kunnen we pakken, denk ik. Die anderen die staan. Eentje is helemaal daar. Oké. Voorzichtig. Pakken. En wurgen, direct. Die beesten kunnen het toch niet zien. Dus het maakt niet uit waar we deze neerleggen. Oké. Revolver ammo. Dan lopen we richting de muur. Langzaam en voorzichtig. Pakken we een steen. Punt is, ik kan niet echt gooien, want dan krijg ik er twee. Dat is niet handig. Oh shit, hoeveel zijn daar er? Fucking hell. Oké, Oké, ik ga hier achter dit rotsding. Gooi ik de steen. Gooi ik dan daarheen? Ik weet niet hoeveel ik er nou gek maak, maar. Ik hoop maar één. Dat is waar ik op hoop. Daar komt er één aan. Half. En hij deinst terug. Oké, dit is kut. Nee, hij deinst. Wat? Is hij in godsnaam aan het doen? Fuck. Kom nog eens een keer. Je hoort me toch gooien, lul. Oké, dit gaat niet volgens plan. Doen we het. Oh crap. Waar komt hij nou vandaan? Ik word echt niet goed van die daar, jongen. Oh. Oké. Dit is mijn lomp. Alright. Huh? Oh shit. No. No. Kut. 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 Dit is naar. En we zijn alright. Dat was. Daar had ik geen rekening mee gehouden. Oké. Deze volgende poging gaan we doen in de volgende aflevering. Ik zou zeggen, vond je dit leuk? Laat dan een like achter, dat kan me enorm helpen. Delen helpt ook, maar het is niet verplicht. Ik bedank jullie toch wel sowieso voor het kijken. Tot de volgende video. Laters.